Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Buenos dias, señores, señoritas. Welkom weer bij een nieuwe NSC-update vanaf het strand hier in Spanje. Het is nog niet echt strandweer. Alhoewel, korte mouwtjes, het zonnetje begint door te breken. Dus daar mogen we helemaal niet over klagen. Zeker als je kijkt natuurlijk naar het weer in Nederland. Het is vandaag zaterdag en NEC speelt een oefenwedstrijd. Dat gaan ze doen tegen FC Emmen en Estepona. Dat is ongeveer een uurtje die kant op rijden. Dat gaan we dus vanmiddag doen. Dan zie je morgen pas het verslag van. En ook dan de interviews met onder andere de trainer. Maar ik had het gisteren al verteld. Wij hebben een nieuw gezicht bij het elftal van Rogier Meijer. Een jonge jongen, hij keept in de jeugd van NEC en hij mag zomaar mee op trainingskamp. Hij moet zichzelf maar even voorstellen, Rijk Jansen. Ja, mijn naam is Rijk Jansen. Ik ben 20 jaar. Ik kom nu, speel hier mijn eerste seizoen bij NEC. Ik kom uit Zeeland. Ik heb hiervoor bij Sparta gespeeld en sinds dit seizoen dus bij NEC. En dan speel je normaal gesproken in de? Onder 21, in het belofte elftal. Ja. En nu hier zo mee op trainingskamp. Ja, hoe was dat, het telefoontje? Ja, ik kreeg niet via de telefoon, maar ik kreeg, ik kreeg het gewoon zo face-to-face. Kreeg ik het te horen van de keeperstrainer. En dan ben je toch wel trots, moet ik zeggen. Waarom deze stap richting NEC genomen? Ja, na zes mooie jaren bij Sparta ging de samenwerking niet meer door. En heb ik gezocht naar een nieuwe club en ben ik toch uitgekomen bij NEC. En ik moet zeggen dat het niet tegenvalt. Ik ben er hartstikke blij mee. Wat ben jij voor een keeper? Ik denk een allround keeper. Alle facetten die beheers ik. Dus altijd dingen die je beter wil en beter kan. Maar ik denk niet dat er één specifiek... Ik ben geen lijnkeeper, maar ook geen meevoetballende keeper. Ik denk dat het echt precies middenin zit en dat ik alles wel beheers. Ja, en dan sta je in één keer zomaar op het veld met... hij is al er vandoor, maar met Jasper. Ja. Jasper Cillessen. Ja. Ja, hoe is dat dan? Ja, ik denk dat als je me dit een paar jaar geleden had verteld, dat ik het ook niet had geloofd. Maar je kijkt in 2014 zit je het WK te kijken, daar speelt hij. En nu sta je ernaast. Ja, dan sta je daar voor het eerst met hem op het veld. Of je komt elkaar tegen in de kleedkamer als je mee gaat trainen. En dan sta je elkaar voor. En hoe gaat het dan? Nou, het eerste moment dat ik hem ontmoette was voor mij niet zo'n heel best moment. Want toen was het tijdens de training van 121. Hij stond bij ons te kijken. En ik loop naar hem toe, ik groet hem. We hadden een praatje toen met ook de andere keepers van de 21. En een paar minuten later raak ik geblesseerd. Dus dat doet me nog wel een beetje pijn, moet ik zeggen. Ook mijn hand gekneusd, lag ik er een maand uit. Dus lekker eerste moment. Hey, en later komt hij dan wel naar je toe van, hey, ik heb even zitten kijken, ik heb wel wat tips voor je. Of is hij zo helemaal niet? Of is hij juist zo wel? Ja, juist zo wel. Dat viel me op. Ik heb met best wel wat keepers gewerkt en ik denk dat hij, maar ook Matthijs, echt daarin best wel begripvol en ook heel veel helpen. En dan kijkt hij, dan zegt hij van, doe je handen net zo of sta net links, stap je rechts. Maar ook, kijk eens welke handschoen je aan hebt. Kan je niet een dikkere foam of een dikkere hand? En zelfs op die vlak helpen ze me. Neem ons even mee een beetje in het hotel. Jullie zijn klaar vanavond, jullie gaan lekker eten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we zijn zo klaar. We gaan douchen. Daarna heb je even rust, lig je op de kamer. Wat doe ik? Ik zit wat aan school. Ik lees boeken, films kijken. We lopen te kaarten met wat gasten. En, zijn er dan groepjes binnen zo'n elftal? Ja, de ene die gaat poelen, de andere die hangt weer van kaarten? Of... Ja, ik denk dat die er altijd zijn. Je hebt al heel veel groepjes. Ik zit dan met de jonkies. Daar wordt wel onderscheid in gemaakt dus? Ja, ik denk dat het overal is. Maar uiteindelijk kom je bij elkaar. Gisteren heb ik dan heb ik geleerd hard te jagen met Bart van Rooij en Matthijs Brandrosten. Heel veel succes. Ja, dank u wel. En geniet ervan. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Oké, dankjewel hè.
Ja, leuke jongen zo. Praat lekker makkelijk. En we weten ook een beetje hoe dat dan gaat in zo'n hotel met zo'n trainingskamp. Dit was dan weer de NEC-update van vandaag. Morgen zijn we er dus met een verslag van de oefenwedstrijd tegen FC Emmen. En ook natuurlijk dan de interviews. Het zonnetje schijnt inmiddels. Het is nog net te koud om de zee in te gaan. Dus dat doen we nog maar even niet. Maar wij zijn er wel morgen weer met een nieuwe update. Adios! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.